Ja, ik begin met een mooi onderzoek. Amerikaanse wetenschappers hebben aan een aantal mensen gevraagd om in een buisje te spugen. Kijk, hier gebeurt het. Kijk, daar spugen ze in een buisje. Het is een beetje onsmakelijk om te zien. Alleen zit een idee, het is vies, hè? Er zit een idee achter, want hun DNA wordt onderzocht. En het doel daarvan is kijken welke etniciteiten er allemaal in hun bloed zitten. Dus waar ze vandaan komen. Nou, super interessant natuurlijk. En ook best wel opmerkelijk uiteindelijk. What the fuck? Wait a second. Where's the Mexican in this? When I saw that the screen said no Mexican on it, I freaked out a little bit. Holy shit, wait, is that like completely not there? There's not a stretch of DNA for Mexican. Ja, die man die dacht dus dat hij zijn hele leven dacht dat hij half Mexicaans was, blijkt niet te kloppen, opmerkelijk. En zo zijn er veel meer mensen. Het hele filmpje zal ik straks even twitteren. En ik heb trouwens ook mijn eigen spuug even laten onderzoeken. Dit zijn er van de onderzoeken. Ik ben 37,5% Mexicaans, 12,2% Nigeriaans, 13,9% Liechtensteins, 22% Noord-Koreaans, wist ik ook niet, en 14,4% Laps. Lapland. Goed, dan over DNA-uitwisselen gesproken. Wat ook wel losging op internet is het bericht uit Texas van een man die het beruchte Zika-virus heeft opgelopen via een potje seks. Vrouw met wie hij seks had, had dat virus al. Dus ja, mannen, vertoont je mogelijke sekspartner de volgende symptomen. Hoofdpijn, miskheid en lusteloosheid. Dan moet je even opletten op dat Zika-virus. Of misschien heeft ze de avond ervoor een date gehad met Bill Cosby. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Dan, als je op dit is heel raar, Robert. Als je op zoek bent naar een sportieve hobby, misschien is vaginaal gewicht heffen wel wat voor jou. Kim travels the world, what? Extolling the virtues of vaginal weightlifting and posts pictures of her training on her Instagram page. Hashtag things I lift with my vagina. Today she's at Venice Beach in California, showcasing her pelvic power. Ja, rare hobby vind ik zelf ook wel een klein beetje. Dit is Ander Broek. Zij heet Kim Anami en volgens haar, ze zegt dat ze hier heel gezond van wordt en vitaler ook. Dus ze raadt het iedereen aan. Misschien kan ze er ook wel bierflesje mee openmaken, dat weet ik niet. Dan, een onroerend sprookje is het van José, het Spaanse hagedisje, of gecko eigenlijk. Die wilde zo graag emigreren naar Nederland dat hij zich heeft verstopt in een voorverpakte broccoli van de Albert Heijn. Hier zie je dat, dit is José, het geckootje. Het mooie is, zijn plan is geslaagd, want de man in zijn huis heeft hem vrijgelaten na aankoop in de tuin. En dat nieuws van kleine José verspreidde zich natuurlijk razendsnel onder alle andere kleinere Spaanse diertjes. En ja, de moedigste onder hen die volgden al snel een paar voorbeeldjes. Pablo bijvoorbeeld is ook meteen gegaan. Fris en fruitig kikkertje heeft zich verstopt in de gemengde salade. Daarna had je Manuel, een schattig muisje dat zich per ongeluk in slaap is gevallen tijdens een reis in een brood. En daarna uiteraard de altijd vrolijke wormenfamilie Iglesias die zich nestelde in een portie kippenvleugeltjes. Hartstikke lekker. Ja, ik hoef natuurlijk niet te zeggen dat ze hierna nog lang en gelukkig leefde. Dan, virus van vandaag. Deze man heeft echt een topdag. Twee woorden, best wel glad. Het waren er drieën met haar, ja. En dan, dit is een supercoole gast. Deze moet je echt zien. Deze man heet Gabe. En je ziet hem hier. En Gabe is geboren zonder ledematen. Maar dat weerhoudt hem er absoluut niet van om zijn dromen te verwezenlijken. Hij danst namelijk in een dansgroep. En dat niet alleen. Gabe heeft ook een spectaculaire solo. En hij doet helemaal mee met die dansgroep. Het is echt te gek om te zien. Het hele filmpje duurt ongeveer 2,5 minuut. En Gabe steelt hier echt de show. Mooi nieuws is dat. Dan, het is de week van de hoverboard. Heel veel filmpjes daarover. En het goede nieuws is, ook in Saoedi-Arabië is het nu een dikke hit aan het worden. En dat is goed nieuws voor de inwoners, voor de hoverboardfabrikanten en ook de glasbedrijven. Oei, oei, oei. Oh god. Ja, dat ging niet. En hij is dus niet de enige die deze week voor de bel ging op een hoverboard. We kennen hem, mam. En daar gaat hij. En meer trucjes. Deze hebben we binnengekregen via de mail van ene Freek. Het is een filmpje van Cas. Die komt dus uit Nederland. En Cas is echt een toptalent op het gebied van voetbal. En daar gaat hij. Super vet, hè? Hij heeft nu ongeveer 2000 likes op zijn Instagram, dus zorg ervoor dat er meer gaan worden. En dan tot slot, de twee vrienden Freek en Barry hebben iets tofs gemaakt. Een ramp, en die gaat zo het water in als je er met je fiets op gaat. Echt super vet. Freek mag als eerste, en dat is wel leuk om te weten. De ramp is gemaakt van kreppapier en placemats. Here we go. Oh, oh. Oh. Dankjewel, Luc.